Welkom, welkom medereizigers bij aflevering 169. Mijn naam is Mayra. Wij reizen samen door het tekstboek heen van Een Cursus in Wonderen. Wij beginnen vandaag alweer aan hoofdstuk 25, Gods rechtvaardigheid. De inleiding. Prachtige begin. De Christus in jou bewoont niet een lichaam. Toch bevindt hij zich in jou. En dus moet het zo zijn dat jij niet in een lichaam huist. Lees ik nog een keer, een beetje toelichting. De Christus in jou, wie is de jou, wie is de jij? Hij spreekt niet tegen mij, hij spreekt niet tegen een lichaam. Hij spreekt tegen de denkgeest, tegen de geest. De Christus in mijn geest is niet in een lichaam. De geest past niet in een lichaam. Dat is onmogelijk. Toch bevindt hij zich, de Christus, in mijn geest. Niet in het lichaam, niet in mij, niet in een droomfiguur. En dus moet het zo zijn dat jij, hè, ik ben niet een lichaam, niet in een lichaam huist. Ik ben geest. Ja, wat een prachtige redenatie van Jezus. Zo duidelijk dat wij niet een lichaam zijn. Wij zijn zoveel meer. Jezus leert ons dat wij niet gescheiden kunnen zijn van het ware leven. Wij zijn de Christus. En de Christus wordt omlijst door zijn, door Gods heiligheid. Er is niemand die Christus in zich draagt, die er niet in slagen kan hem overal te herkennen, behalve in lichamen. De Christus is niet in een lichaam. En zolang hij gelooft in een lichaam te zijn, kan hij niet zijn waar hij denkt dat hij is. En zo draagt hij hem onwetend en manifesteert hem niet. Kijk, Jezus bevestigt het hier nog een keer. Het gaat niet over lichamen. Deze cursus gaat altijd over de denkgeest. Altijd. Wij zijn niet een lichaam. Herkennen wij dat wij de Christus zijn, dan zien wij het aanblik van Christus overal. Niet met de ogen van het lichaam. Met de visie van de Heilige Geest. Allemaal op denkgeestniveau. Ik kan het niet genoeg zeggen. De Christus is in onze denkgeest en is altijd bij ons. Ook wanneer wij nog steeds geloven in lichamen, wij dragen de waarheid nog bij ons, ook al is het onwetend. Want de waarheid is er altijd. De waarheid is nooit weggegaan, is nergens weggegaan. Nee. Oké, het lichaam heeft geen genezing nodig. Maar de denkgeest die denkt dat hij een lichaam is, is absoluut ziek. Ja. Wanneer jij dit leest of hoort voor de eerste keer, dan komt dit ongeloofwaardig over. Want het ego gaat gelijk in protestmode. Weet je nog, het ego heeft het lichaam gemaakt. En het ego wil niet zomaar aan de kant worden gezet. Maar goed, een denkgeest, ja. Abstractie is moeilijk voor mensen. De denkgeest is voor ons abstract. Onbekend en onbemind. Toch zijn wij een denkgeest. En in de gespleten denkgeest is het een deel dat in ziekte gelooft. En hier is de ware oorzaak van fysieke pijnen, ziektes en ongemak. Dus het lichaam heeft geen genezing nodig, want op een andere plek zegt Jezus ook, het lichaam kan niet eens ziek worden. Ziekte is een gedachte op het niveau van de denkgeest. En wij gaan leren nou om die oorzaken te genezen. Want hè, de Christus brengt ook de oplossingen. Dus wij lezen nou verder. Juist hier brengt Christus de remedie naar voren. Zijn doel hult het lichaam in zijn licht en vervult het met de heiligheid die van hem uitstraalt.
En er is niets wat het lichaam zegt of doet, of het manifesteert hem. Ja. Wij willen het lichaam in dienst stellen van de waarheid. De Christus heeft de leiding. De Heilige Geest heeft de leiding. En het zal zichzelf ook manifesteren, uitbreiden. En ook voor allen in de droom die dit nog niet herkennen. Wij zien het wel, dat onze broeders en zusters geloven nog in de droom. Dus voor hen dragen wij de Christus in zachtheid en liefde om de dinggeest te genezen. Dit doet mijn broeder voor mij en dit wil ik voor mijn broeder doen. Zo genezen wij samen als één. Wat een mooie inleiding. Ja, sommige dingen vergen een beetje tijd en hulp van de Heilige Geest om het te laten inzakken. De dinggeest het gaat begrijpen. Probeer het niet met het hoofd allemaal te begrijpen. Vraag altijd hulp van de Heilige Geest. En het gaat altijd over de dinggeest. En misschien om dat nog makkelijker te maken, in ieder geval, deze cursus gaat nooit over de vorm. Nou, vorm is iets wat wij zien en voelen en nog steeds in geloven. Dus misschien is dat een beter uitgangspunt dan de abstracte dinggeest op een gegeven moment. Om toch, oké, het gaat nooit over de vorm. En eerst daaraan wennen. Het gaat nooit over de vorm. Alle vormen zijn projecties vanuit een afgescheiden dinggeest. Oké. Morgen gaan we verder met hoofdstuk 25 en nu delen we een innerlijke glimlach en een reis zonder afstand. Wij zijn de Christus. Dankjewel voor het kijken. Misschien tot een volgende keer. Hè? Dag.